Meneer De Wever, welkom. Ja. Gaat u zitten. Ja, meneer De Wever, vertelt u eens, hoe was het in Londen? Goed, was leuk, was goed weer. Dat is niet evident in Engeland. Nee. En op bezoek geweest bij de burgemeester, bij Boris Johnson. Boris. Ja. Ja. Hoe gaat dat eigenlijk? Nodigt u zichzelf dan uit of wordt u uitgenodigd? Wel, hij heeft een plan geschreven, de Londenplan, over de stadsontwikkeling van Londen. Dat vonden we heel interessant, leerzaam ook. Antwerpen is een beetje te vergelijken met Londen, een beetje de pocketversie ervan. Ja. En dus we hadden contact gelegd en de vraag, kunnen we daar eens voor langskomen om die zaken te bekijken, te bezichtigen. De Crystal is vandaag geopend, een van zijn projecten. Mm-hmm. Dus het was de moment om er eens langs te gaan. Ja, hij heeft die uitnodiging dan aanvaard. Nu, Boris Johnson, misschien nog heel even voorstellen, is niet de eerste, de beste. Nee. Het is een van de beroemdste burgervaders van de wereld, zeg maar. Kijk, we zien hem hier, dit zijn beelden van tijdens de Olympische Spelen. Een soort van death ride. Op een gegeven moment blijft hij ook nog hangen, ook, geloof ik. Ziet u het zichzelf doen? Niet direct. Wat ik weet, blijft hij hangen. En dus zijn partijgenoten zeiden mij... For everyone, that would mean immediate political death. Ja. But he seems to get away with everything. Ja. En dat is ook zo. Hè. Hij wordt er alleen maar populairder op. Ja, want hij is flamboyant. Hij is conservatief. En hij is mega populair. Hè. Populairste. Mooi, hè? Ja. Je moet het gedaan krijgen. Ja. Ja. Zo populair zelfs dat u om een handtekening bent gaan vragen. Dat is zo, hè? Klopt. Ik heb een boek van hem gelezen, The Dream of Rome. Hij is ook een Rome-freak. Dus zoals u. Ook dat hebben we gemeenschappelijk. Mm. Dat is een van de leukste boekjes die ik heb gelezen over Rome. Het is echt hilarisch. Ik kan ongelooflijk schrijven. Mm. En het idee om dat te laten tekenen was wel een bijkomende incentive om tot bij hem te gaan. Hij was daar ook heel blij mee. Ja, vandaar. We hebben beelden van jullie ontmoet. We gaan er even naar kijken. Martin Callanan. Hi. This is Bart De Wever. Hi, how are you? Nice to meet you. Can we go a little back? Can we go a little back? Can we go a little back? You're trying to be mayor of Bangkok. Yes. 14th of October. Fantastic. We're running an electoral campaign at the moment. Socialists have won it for the last 70 years, but... 90 years. We were hoping to change. There you go. Thank you very much. I'm very happy with that. Ja, u was er in gezelschap van uw partijgenoot, Elisabeth Homans en Ludo van Kampenhout. Ja. Maar hij kent België, hè? Hij kent het zeer goed. Hij heeft hier gewoond in de Van Kampenhoutstraat dan nog. Dus dat kwam mooi uit. Ik kende ook Antwerpen zeer goed. Ja, ja. Dan zijn jullie naar binnen gegaan, we zagen het net. En dan hebben jullie nog een tijdje met elkaar gepraat. Wat heeft u dan van hem geleerd? Wel, we hadden dat plan gelezen. De ontmoeting zelf was eigenlijk maar een social get-together, waar ik vooral van hem het engagement wou om eens te kijken, moest het lukken in Antwerpen, een paar samenwerkingen op te zetten. En eventueel dat hij op bezoek zou komen bij ons. Als ik de eed zou kunnen afgelegd hebben, moest de kiezer het willen. Ja, ja. En dat wilde hij graag doen, dus dat was leuk. Maar vooral ook omdat de Crystal vandaag is opengegaan. Mm-hmm. Een wereldkenniscentrum voor duurzame ontwikkeling van steden. Wat echt uniek is in de wereld. En we mochten daar in avant-première binnen. Was toch wel een mooie ervaring. Voelt u ook dan iets dat jullie beiden bindt? Ik las in een krant vandaag twee boegbeelden van modern conservatisme. Mm-hmm. Bent u het daarmee eens? Well, ik ben het daarmee eens. Al is het natuurlijk zo dat als je conservatief zegt in Europa, op het vasteland, dat is alsof je zegt dat je je vader hebt vermoord. Je zegt dat normaal niet. Iedereen wil progressief zijn. Maar als je conservatief goed uitlegt, dan kan ik mij er wel mee associëren. Ja, ja absoluut. En hij is dat ook. En voel je dan ook, als je met hem spreekt, een soort van Europees bondgenootschap tegen het rode gevaar? Het rode gevaar zou ik dat niet willen noemen. Maar je voelt je wel geestesverwant. Hè? Alles wat hij in dat Londenplan schrijft over hoe hij Londen wil zien ontwikkelen, dat is echt wel een voorbeeld. Die boeken daar ook echt records. Tussen een beslissing en een oplevering is 18 maanden. Die hebben daar dingen gebouwd op een snelheid waar wij alleen van kunnen dromen. Ja. Zeker in Antwerpen. Hoe belangrijk was dat gesprek voor u? Ik vraag het omdat u toch op minder dan een maand van de verkiezingen beslist om 2 dagen naar Londen te gaan. Ja, als je dan die kans uiteindelijk krijgt, die contacten leggen wij in heel Europa al jaren. Ik steek daar heel veel tijd in contacten met politieke bewegingen, regeringen, diplomaten. Dat gebeurt in het verborgene. En heel af en toe komt dat dan eens naar buiten als je echt op bezoek ergens gaat. Ja, als je die kans krijgt, dan grijp je die met 2 handen aan. U had liever een andere timing gehad, maar goed, het viel nu zo en dus bent u... Ja, nee, we gaan nu niet doen alsof. Hè. Het feit dat je dan in een campagne ook met Boris Johnson samen rond stadsontwikkeling een paar dingen kan doen...
Ja, dat is ook wel mooi meegenomen, want ook, uiteindelijk Antwerpen staat aan de stroom. Multicultureel, sustainable housing, dat zijn dingen die overal belangrijk zijn. Maar terwijl u weg was, is hier van alles gebeurd. Ja, spijtig. Op een gegeven moment had u het gevoel, toen u kinder was, dat u, ja, hoe omschreef u het, dat u aan de socialist attack was? Ja, ik moest wel verantwoorden waarom ik constant mijn telefoon moest opnemen. Wat heel vervelend is, hè. Je bent dan die ene dag daar en dan krijg je de ene telefoon naar de andere van de home front. Ja. Dus mij werd dan gevraagd, what's happening in poor little Belgium? Mm. En dan heb ik gezegd, we're under full socialist attack at the moment. Maar dat is een beetje uw eigen schuld, want u bent zelf begonnen, hè? Ah ja? In zekere zin. Ja, door te reageren op die rellen en te zeggen dat die slogan van stad is niet van iedereen, dat die niet langer van toepassing was. Ik zeg dat eigenlijk al ruim 3 jaar in de gemeenteraad. Er zijn al dikwijls rellen geweest op de Turnhoutse baan. Dat zijn altijd dezelfde groep jongeren die zich laten ophitsen door dezelfde extremisten. Waarvan ik al jaren zeg, kijk, het stad is niet van hen. Het stad is niet van Sharia for Belgium. Het stad is niet van drugsdealers, niet van straatracers. Het stad is van mensen die tot een stad willen behoren, die daar een verantwoordelijkheid nemen. Zoals Johnson het zelf zegt in zijn Londenplan. Opportunities for all. Dat wil niet zeggen Londen is van iedereen, maar een stad moet kansen bieden aan iedereen. Maar dan mag je wel verwachten dat men die kansen grijpt en niet dat men zich gewoon gaat afzetten tegen de samenleving waar men woont. En tegen dat soort jongens moet je op een gegeven moment wel eens heel duidelijk zijn. U zegt dat inderdaad al lang, maar natuurlijk, de context is nu anders. Hè? Die rellen die dan gebeuren op een maand voor de verkiezingen, als u dan zoiets zegt, dan kan de burgemeester toch niet anders dan... Dan te reageren. Hij kan u zomaar laten scoren. Hij wil dan toch een tegendoelpunt scoren. Dat is toch ik weet het niet. Hij heeft er blijkbaar heel lang over nagedacht. Hè? Dus zondag dacht ik, meldde men ons van hij gaat reageren. En pas zondagavond heeft hij dat dan gedaan. Maandag heb ik er een aantal kranten mee geopend. En dat was de hek van de dam. Want plotseling was die kandidaat om in elke tv-studio te zitten. Een debat heeft hij nog nooit willen doen met mij. Hij weigert alles. Ieder dubbel interview, ieder debat. Ook niet met De Winter, ook niet met Groen. Maar hier alleen, als ik dan weg ben, met de grond gelijk maken, dat kon hij dan blijkbaar wel. Dat u weg bent, daar kan hij niks aan doen. Natuurlijk. Nee, maar fijn, het is niet echt fair, want hij heeft de dingen verteld die op zeer gespannen voet met de waarheid staan. Wat neemt u hem dan vooral kwalijk, dat is? Ja, dat hij in een tv-studio mijn woorden in de mond legt, een discours in de mond legt, dat ik Antwerpen verdeel, dat ik dus de allochtonen wil uitsluiten. Dat nooit mijn bedoeling is. En hij weet dat. Want wij zitten in de gemeenteraad en al jaren voeren we die discussies met elkaar. Dus hij weet perfect wat ik wil zeggen en komt toch iets anders vertellen. En hij heeft daarbij dan nog een aantal dingen verteld die op zijn zacht gezicht nogal gespannen staan met de waarheid. Zoals? Hij heeft eigenlijk gelogen. Maar waar heeft hij gelogen? Wel, op 4 hoor ik hem zeggen, meneer De Wever kon schepen worden in 2006 en heeft dat niet willen doen. Meneer Janssens weet dat dat niet waar is. Wij hadden gewoon geen goede uitslag met het kartel. En wij konden als N-VA geen schepen krijgen. Als we die konden krijgen, was het wel anders gelopen. Dus hij zet mij daar neer als iemand die van alle verantwoordelijkheden wegloopt. Nu, ik kan hem geruststellen. Als ik de verantwoordelijkheid kan nemen om op zijn stoel te gaan zitten, zal ik daar echt niet van weglopen. Ja. Maar u zegt dat hij probeert uw dingen in de mond te leggen, hè? Alsof u mensen buitensluit. Well, je hebt een beetje, in Antwerpen krijg je de indruk, hè, dat veel van die kiezers van allochtone afkomst dat die een beetje worden behandeld zoals de katholieke kiezer in de 19e eeuw. Die moeten voor bepaalde partijen stemmen die dan altijd voor hen zorgen. En de andere partijen worden voorgesteld als de partijen die tegen hen zijn, die racistisch zijn. En ik moet u precies de rol spelen in deze campagne die De Winter 6 jaar geleden had. Het grote zwarte beest komt eraan. Ik ben dan de wolf in schaapsvacht. En nu is het bewijs geleverd. Dus stem allemaal maar voor de SPA en Patrick Janssens is de enige die het beest kan tegenhouden. Maar anderzijds is het ik vind het nogal plat en goedkoop. Ja. En eigenlijk ook een teken van zwakte, eerlijk gezegd. Maar het is toch ook waar, meneer De Wever, dat door die uitspraak dan nog eens te herhalen, u heeft dat al langer gezegd, hè, stad is niet van iedereen, dat u daarmee zelf ook wel beseft dat u daarmee kiezers die potentieel op het Vlaams Belang zouden stemmen, dat u die daarmee naar uw kant kunt trekken. Hè? Dat en, wat is daar in vredesnaam mis mee? Als er iemand hier vindt dat het stad wel van Sharia voor Belgium is, wel van dealers is, wel van straatracers is, wel van mensen zonder normen en waarden, dat hem het dan zegt. Hè? Ik zeg het, stad is niet van iedereen. Iedereen is van het stad. En dat is een slogan die er erg op lijkt, maar die vooral de shift wil leggen van een rechte discours naar een plichte discours. En dat vind ik iets enorm belangrijk. En dus symbolisch zou ik, als ik de kans krijg op het schoonverdiep, een andere slogan nemen. Ik heb al gevraagd voor suggesties. Ik heb er in mijn mailbox al hele leuke gekregen. Bijvoorbeeld respect voor A. Vond ik een hele leuke stadslogan. En dat zegt ongeveer alles in 3 woorden waar ik voor sta. Respect voor A. Ja. Zijn de messen nu gewet? Gaat de campagne nu vuiler gespeeld worden vanaf nu? Daar vrees ik voor. Ik heb tot nu toe campagne gevoerd. Ik heb mijn eigen verhaal verteld. Ik heb verteld wat ik vind.
Ik heb ook heel veel geluisterd in Antwerpen. Ik heb ongelooflijk veel bezocht, ongelooflijk veel open meetings gedaan, heel veel intake gedaan van info. Ik heb nooit over mijn tegenstanders gesproken. Het feit dat nu mijn belangrijkste opponent zijn campagne inzet door over mij te spreken, vind ik eigenlijk een teken van zwakte. Ja, dat doe je niet. U lokt hem natuurlijk met die uitspraak. Dan moet je er nog niet intrappen. Je laat zich lokken. Hè. Dus hij doet een volle aanval, heeft er goed over nagedacht. De zinnetjes waren goed voorbereid. Ik zie dat ook wel in de studio, als iemand zijn aanval goed placeert, zoals ze dat zeggen. Maar uiteindelijk zet hij zijn campagne in. Ja, dat zal wel zijn, maar ik vertel mijn verhaal. Ik heb toch niet gezegd van Janssens is slecht. Ik heb gewoon gezegd, ik wil een plichtendiscours en ik wil dan ook een andere slogan. Ik heb over Janssens niet gesproken. Hij valt mij nu aan. Dat wil zeggen dat hij de campagne inzet door over iemand anders te spreken. En dat is een teken van zwakte. En ik hoop dat we niet naar Amerikaanse toestanden gaan, waar je een positief campaign hebt, maar ook een negatief campaign. Zoveel mogelijk de andere zwart maken, slecht voorstellen en zijn discours verdraaien. Daar vreest je wel voor dat het daar... Ik ga er niet aan meedoen, alleszins. Ik ga er echt niet aan meedoen. Nee. Nog heel even over vandaag, meneer De Wever. De burgemeester had een samenscholingsverbod uitgevaardigd. Er zijn wat opstootjes geweest, maar er zijn niet veel mensen opgepakt. Heeft de burgemeester het vandaag goed aangepakt? Maar die rellen zijn ook heel goed aangepakt, want er zijn nauwelijks rellen geweest. Ik heb ook felicitaties gestuurd aan het politiekorps waarvan hij het hoofd is, maar dat heeft hij blijkbaar niet gelezen, voor de goede aanpak. Want in het verleden, op de gemeenteraad, heb ik dikwijls moeten tussenkomen dat het slecht is aangepakt. Dat men die rellen nooit zag aankomen, dat men nooit iemand kon oppakken, nooit iemand kon vereenzelvigen. De man die dat die karate-trap op de tram gaf, dat is zo'n beeld dat nog op het netvlies kleeft van elke Antwerpenaar, zelfs die kon men niet vereenzelvigen. Ja. Heb ik dikwijls moeten zeggen, dat lijkt er niet op. En nu was het zeer goed aangepakt. Dus ook vandaag heeft de gemoedemiddel om te zeggen, ik zou hetzelfde gedaan hebben. Ik zou net hetzelfde gedaan hebben als die jongens van Sharia voor Belgium, die altijd dezelfde kerels kunnen ophitsen, actief zijn. Ja, dan moet je gewoon ingrijpen. Er moet eerst orde zijn. En vanuit die orde kan je dan iets opbouwen, iets positiefs. Maar zonder orde, in wanorde, kan je niks. Ja. En als sommige mensen moet je zeggen, kijk, wij zijn een verlichte samenleving. En als je daar niet toe wil behoren, je wil de verlichting afbreken, je wil de Sharia en een moslimstaat, geen enkel probleem. Hè. Er zijn landen genoeg in de wereld waarin je dan heel gelukkig kan leven, maar niet hier. Maar goed, vandaag wel goed gedaan, dat onthoud ik. Maar verder vooral dat de messen gescherpt zijn voor de komende 4 weken. Dank voor uw komst. Zullen we zien. Bart De Wever. Dank u.